Wat vind ik nu van Pus? Het doet me een klein beetje denken aan dit. De kleren van de keizer, een heel oud verhaaltje. Niemand weet precies wat Pus is. Niemand weet precies hoe het eruit ziet. Niemand weet precies wat je ermee kan, wat het kost, wat het doet voor je bedrijf. Maar iedereen loopt er vrolijk achteraan. En gaat, laten we eerlijk wezen, naar congressen als vandaag om daar nog verder en langer en dieper over te gaan praten. Iedereen klapt mee. Om dat eventjes te illustreren hoe ver Pus doorcijpelt in alle gelederen van marketing, maar van business in het algemeen, heb ik hier de Over Ons van DDB, toch een van de meest gerespecteerde reclamebureaus van de wereld, laten we wel wezen. En die hebben geen gelul het volgende op hun pagina staan. Een goed idee zet dingen in beweging. Daarom geloven we in de kracht van creativiteit. Nou, so far so good. Tegenwoordig is iedereen met iedereen verbonden en dus noemen we het ook wel social creativity. DDB, de koning van gewoon de commercials, hè. Social creativity draait om ideeën. Leuk, slim, innovatief, emotioneel, inspirerend en informatief. Ideeën met share value. Dat kan omzet zijn, maar ook een fan voor het leven. Waarde kent vele gezichten. Nou, vond ik een mooi voorbeeld van de kleren van de keizer eigenlijk. Dus ik heb een wiskundig onderbouwd model gemaakt om eventjes de gap aan te geven tussen hoeveel erover geluld wordt en hoeveel er eigenlijk van begrijpen. Dit is namelijk gelul en dit is ongeveer begrip. Waar deze gap is, ontstaan ook wonderbaarlijk veel boekjes. Deze foto heb ik gemaakt in gewoon een boekwinkel in Duitsland. Mensen die kunnen daar een slaatje uitslaan, want we begrijpen er geen flikker van. Dus we kopen een boekje. En nog meer boekjes. Dus tegenwoordig zou je kunnen stellen, het is tegenwoordig eenvoudiger om geld te verdienen door mensen te vertellen hoe ze rijk kunnen worden met internet, dan het is om rijk te worden met internet. Dat is een interessant verdienmodel. Belangrijk. Ik zeg dus niet dat je het helemaal niet moet doen. Dat is echt niet de outtake van vandaag. Ik zeg alleen, denk heel eventjes na voordat je het gaat doen. En vergeet vooral niet dat we met z'n allen gewoon heel erg lang gestudeerd hebben voor marketing. En dat dingen opeens helemaal veranderd zijn, is niet waar. Om even te illustreren waar ik het over heb. wil ik gewoon even een paar willekeurige buzzes eruit pakken. Nou, deze dus, vind ik een hele mooie. Dus die gaat over de customer dialogue. We gaan van zenden naar dialoog. Dat horen we opeens en iemand zegt dat dan. En dan zeggen nog meer mensen dat tegen elkaar en dan is dat zo. Klein voorbeeld, ik werkte bij JWT en toen werd er bij ons in huis de Oranje is ING campagne gemaakt. Die draait nog steeds, jullie kennen hem waarschijnlijk wel. Dan zeggen ze dus bijvoorbeeld, Oranje is gastvrij. Oranje is ING en dan worden die waarden met ING verbonden en dan houden we heel erg veel van ING. Maar toen zeiden ze wel van ja, als wij dat nou allemaal gaan bedenken, dat is ouderwets, dat is zenden. Dus we moeten aan de mensen zelf vragen wat zij Oranje vinden. Dus toen hebben ze een hashtag in het leven geroepen, hashtag vind ik Oranje, waarmee dus mensen dan zelf dat konden aangeven. Hashtag vervolgens hebben ze op alles gezet wat ze naar buiten brachten. Op alle uitingen stond hashtag vind ik Oranje. Met het idee dat dus mensen dan gingen twitteren wat zij Oranje vonden. Stond ook op hun commercials. Wat we vervolgens gedaan hebben is dus een team met puisterige eindtieners neergezet. Met allemaal Twitterschermen, campagne live gegooid en toen zijn ze gaan wachten. Gaan wachten tot de eerste persoon hier mee ging twitteren. Dus wij wachten een dag, twee dagen, drie dagen. Nou, na 6 dagen kwam het eerste bericht binnen. Ruud van der Laar, een mandarijn, vind ik Oranje. Ik dacht, vergeten, wacht gewoon op de volgende. Sinaasappel, vind ik Oranje. En al snel, flikker toch op met je kutbank, hashtag vind ik Oranje. Einde campagne. Even een andere. Als we er een QR-code op plakken, verhogen we de conversie. Inmiddels weten we allemaal, tenminste als je enigszins professioneel bent, dat je dat niet moet doen. Maar eventjes gewoon om aan te geven hoe mensen omgaan met een nieuwe techniek. Een paar voorbeelden daarvan. Hier zien wij een QR-code. Hier is de derde rails die onder stroom staat. Niet zo'n goed idee. Dit is een QR-code om meer te weten te komen over het wonderenmiddeltje thee. Een QR-code vlak voordat je naar binnen gaat. Hier is een QR-code voor als je vergeten bent waar je vliegtuig weggaat. Dit is een QR-code voor als je toch al online bent. En een QR-code voor als je toch liever de website wil bezoeken dan gewoon het restaurant. Binnen wil stappen, QR-code en een Facebook-verwijzing op een banaan.
En voor deze moet je ook ontzettend snel zijn. Goed, andere bus. We moeten iets met Facebook. Want Facebook is heel erg hot, heeft 1 miljard gebruikers. Dus je zou gek zijn als je er niets mee doet. We moeten iets met Facebook. Ik heb zelf Tele2 voor mijn internet en voor mijn televisie thuis. Dus ik ben gewoon eventjes bij hun gaan kijken. Wat doet Tele2 op Facebook? Hebben ze de bus gehoord? Doen ze er aan mee? Jazeker, ze doen er aan mee. Op 30 mei zegt Tele2 Nederland, en dit is echt een willekeurig voorbeeld, ik niet alleen maar echt super alles slechtste eruit gehaald, dit doen ze elke dag. Tele2 vraagt, het verzamelen van waterpistolen voor de zomer is leuk. Nou, oké. Maar deze verzameling van waterpistolen gaat wel heel ver. Wat vind jij hiervan? Nou, en dan zegt ze dus nog een keer, gaat deze verzameling te ver? Laten we eens eventjes, dit is dus een telecom provider. Die aan mij gaat vragen wat ik van een willekeurige waterpistolenverzameling vind. Goed, daar kwam een reactie op. Reinoud Bogaert, ja. Alright, customer dialogue. Goed, zo kunnen we door blijven gaan. We kunnen een realistische ROI aan een social media, dus een return on investment idee, voorspelling, vasthangen aan een social media campagne. Wordt ook heel erg vaak over gepraat. Een voorbeeldje, de campagne die we hiervoor hebben gemaakt is uitgerekend, niet door mij, maar door iemand anders. Die had een ROI die 620.000 keer zo effectief was als een gemiddelde televisiecommercial. Als ik alleen maar dit verhaal zou gaan vertellen, zou je zeggen, oh, dat is vet, dat willen wij ook. Wat mensen niet weten is dat het 4 uur 's nachts was toen wij aan het editen waren en toen we eigenlijk niet zo heel veel zin hadden meer om nog verder te editen. Dus toen zeiden we, het is goed. Als we die versie eruit hadden gestuurd, had deze campagne niets, maar dan ook echt niets gedaan. Mega slecht. We zijn nog, jezus, sorry hoor. We zijn toen nog 20 minuten doorgegaan en toen hadden we wel een leuk filmpje en dat heeft een heleboel gedaan. Social media campagnes zijn mega fragiel en ROI eraan hangen is totale bullshit. Of deze, we moeten tegenwoordig one-to-one communiceren. Ik skip er gewoon eventjes doorheen. Het gaat tegenwoordig om content. Wat voor content? Geen idee. Laten we het daar eens over hebben. Mensen willen experience. Mensen willen blijkbaar geen goede producten meer tegen een goede prijs, maar een experience. Wanneer we het gamificeren, willen mensen onze ads wel zien. Nou, het gaat maar door, het gaat maar door. Fans voor het leven creëren. En eigenlijk de grootste bus die ik tegenwoordig hoor en voel, is dat mensen denken dat de regels van de marketing compleet zijn veranderd. Dat zijn ze niet.